Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611 en welkom bij een videoserie van F1 2019. Soms in de nacht, wanneer ik even een vrije tijdje heb, doe ik de carrière modus voor het eerst. Nou, dat heb ik de vorige jaar allemaal niet gedaan en dit keer wel. Heel casual. Ik race niet superveel natuurlijk de laatste tijd, alleen automobilisten doen we nog wel eens. Daarom ga ik nu voor F1 2019 de carrière modus. En naast dat ik het speel, wat ik met sommige games doe, dacht ik laat ik het dit keer ook gewoon opnemen voor de zekerheid. Mocht ik hier misschien iets leuks van willen maken. Het is niet super veel moeite. Lekker voor het verhaallijn, een beetje mijn verhaaltje volgen waar ik mee bezig ben. Dan lekker chill. En elke keer wanneer ik dus dan weer wat verder ben met wat ik heb gespeeld, dan maak ik gewoon eventjes zo'n montage en vertel ik erover. Ja. Ja. Nou heb je waarschijnlijk dit allemaal al 100.000 keer gezien. De carrière mode begin. Formule 2. Devin Butler heb je. En je hebt Weber, Lucas Weber, je teamgenoot. En basically, het verhaal is heel simpel. Devin Butler, die is je grootste aartsrivaal van jezelf. Something's wrong. Butler sees his chance. Some kind of mechanical failure. Picking up speed again. It's unclear what the issue was. Can they still finish this race? Looks like an issue with the turbo. You've lost some speed at the top end, but you're very close to the finish. You can still compete and get some points here. Don't give up. Just do the best you can. We're all behind you. Ja, dan verlies je power met je auto en dan kan die Butler je zo voorbij rijden. En dan mag jij een stukje rijden op het circuit de Catalunya. Dus dat is wat ik had gedaan natuurlijk. Neen Kemper is gewoon de naam van mijn character. En Weber, mijn teamgenoot, die rijdt vlak achter mij. En zo staan we dus op plek nummer 5. Maar again, your teammate wants to pass you. I know you don't want to drop a position, but without your turbo, he's the best one to challenge for points further up the field. If you hold Lucas up, you could be denying the team points. Ja, geen turbo dus. En Weber is daardoor sneller. Moeten we het team meer punten geven? Dan wordt even beslist of je heel zelfzuchtig bent of niet. Nou, eigenlijk was het probleem gewoon dat ik gewoon nog nooit deze Formule 2 auto's had gereden. Ik moest even wennen weer, weet je, hoe dat allemaal aanvoelt. Moet je gewoon even een paar rondjes voor wennen. En Weber gaat me dus voorbij. Dus ja, ik word helemaal bedankt op de radio dat ik hem voorbij laat gaan, terwijl ik eigenlijk gewoon te langzaam ben. Lucas wants me to pass on his thanks. I know it's frustrating, but you made the right call for the team. Now we're all with you. Just bring it home as best you can. Maar goed, wat je dan merkt is dat je nog even moet oefenen met deze auto's. Want ik ga hier gewoon koud in, lekker casual, een beetje funnen. En dat als er een AI voor je rijdt, dat je even een beetje die lijnen kan volgen en dat je steeds meer kan leren. Maar ook al hebben we geen turbo meer, kom ik dus elke keer tegen Lucas Weber aan. Ik probeer mezelf in te houden. Ik ben hem, of hij is mij voorbij. Ik denk, nou, vraagt het team dat van mij, ja of nee. En ja, toch die slipstream en toch elke keer weer lekker erbij. Alleen Lucas Weber die komt hier toch weer naast mij. En door het geluid van al deze auto's hoorde ik niet in welke versnellingen ik zat. Op een of andere manier compleet geen geluid. Ik hoorde compleet niet meer in welke versnelling mijn auto zat. Dus elke keer had ik alleen maar het visuele daar rechtsonder. En daar hou ik niet zo van. Ik doe dat puur op geluid. Maar goed, dan kom ik ervoor. We're asking again. Please let Lucas pass while there's still time for him to make a challenge. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar Lucas Weber die gaat gewoon heel traag. Nou ben ik hier ook weer in mijn eerste versnelling aan het kutten en maximale refs en allemaal kut en weet ik van me wat. Maar Lucas Weber gaat gewoon wat trager. Ik heb hem ook niet op al te hoge AI difficulty. Ik speel zonder assist, alleen pit assist. En hij staat volgens mij op 90. Dat is lager dan dat ik normaal doe, maar goed, ik heb dit ook al heel lang niet meer gespeeld. En het is gewoon om even leuk te kutten, verhaallijntje te maken. Nou, dikke lock-up hier bij Weber. Waardoor ik aan de binnenkant weer zit. En we zijn maar aan het stoeien en elkaar aan het aanraken. Weber die raakt me ook al een paar keer aan. We zijn letterlijk een beetje aan het rubben op elkaar. Hier ga ik weer te wijd. En dan komt hij aan de binnenkant. We raken elkaar soms aan. Maar goed, ja, dan sta je weer voor. Nou, uiteindelijk is daar de checkered flag. Nou, denk ik niet dat het veel had uitgemaakt als ik hem voorbij had laten gaan verder. Want Russell had hij sowieso niet ingehaald. Maar ja, dan winnen we hem wel.
van Lucas Weber dan, want we winnen niet de race. Want dat is natuurlijk Devon Butler. En Devon Butler, dat is je aartsrivaal. Dat is een hele arrogante klootzak, om eerlijk te zijn. Die gaat je mogelijk het leven zuur maken. Het is in ieder geval een beetje de storyline. Het is Formule 2 van 2018. In een patch komt, als het goed is, nog Formule 2 van 2019. Dat is ook allemaal wel leuk, maar goed, dat heeft hem niks hiermee te maken. Lando Norris ook mooi op het podium. Onze grote Twitch-mattie. En Devon Butler, ja, die gaat natuurlijk uitgebreid vieren. Want dat is echt zo iemand die niemand anders wat gunt. Ik hoop trouwens niet dat Lucas Weber een beetje boos op mij is, maar dat denk ik niet. En dan zie je hier dus nog de resultaten. There you are. That was an exciting race. It definitely got people talking about you, which means I was able to secure a quick interview. Okay, we're all set over here. Just a minute. Remember, anything you say to the press can go very, very public. So be relaxed, but also be conscious of what you're saying and how it might come across to other people, okay? I think we're ready. Great. Alright, dan krijg je de interviews en dan zie je wat ik allemaal voor reageer. Je hebt op zich best veel tijd hier. Later krijg je wat minder tijd, maar ik was het allemaal even aan het lezen hoe en wat. Ja, nieuw bij je team en dan zie je natuurlijk dat het je sportmanship weer verbetert of je showmanship weer verbetert enzovoort enzovoort enzovoort. En dan krijg ik dus over die orders krijg ik nog een mooi berichtje en dan is ons eerste interview ten einde. Hey, look, I know that wasn't easy letting me pass, but it was the right choice. It was good driving. Yeah, that's how I describe it, mate. Just good, not great. One in six makes the leap to F1. The other five are still watching their less talented teammates collect all their points. Shame, really. A lot of great drivers never get their chance because they do it all for the team. Those teams got us here. Yeah, but it's the drivers that take the risk. We should get the rewards. You ever won a race in F1? That's how winners think. And remind me, how many F1 races have you won? You watch this space. At the end of this championship, I'll be the one lifting the trophy, and I won't use my teammates to nick the podium. Okay, I'm out. You believe what you want, Devon, but it's still early days. He's either very clever or you're just a pushover. You really think if the situation was reversed, he'd do the same for you? Nah. You want to start looking out for yourself. No one else will. Look at them go! Devon Butler locked in wheel-to-wheel racing with his championship rival, desperate to shut them down and stop them getting past. And there's contact! Butler simply left them nowhere to go. There was just no way for them to have avoided that. And look, there's significant damage. Not sure if that was down to recklessness or sheer aggression, but I'm sure the stewards are going to have something to say very shortly. Don't give up. You're still in this race. Oké, het tweede gedeelte van de Formule 2. De meesten kennen waarschijnlijk de drill, maar voor degenen die het niet weten, wij zijn dus de pits ingegaan. Het gaat er heet aan toe tussen Devon Butler hier in Oostenrijk. En wij moeten nu weer naar voren zien te gaan vanaf P11. Okay, the stewards have awarded Devon a penalty. Push on, you can still catch him. You can still beat him. Okay, laten we het hopen dan. We hebben onze eerste prooi uiteindelijk al in zicht. En dat gaat op zich vrij gemakkelijk. We rijden ook lekker hard. Alleen ja, lock-ups gebeuren wel nog heel vaak hier in deze Formule 2 auto. Allemaal een beetje wennen. Was gewoon lekker aan het racen hier. En daar lopen we elkaar weer een beetje te rubben. En nu hoop ik dat ik hem erbij kan houden. Nou, wel lekker agressief nog aan de buitenkant blijven. Maar we komen er voorbij. Bijna weer een lock-upje in de auto. Maar die auto die let gelukkig heel goed op. Op naar Russell. Je ziet dat we twee hele goede
sectoren hebben. En onze derde sector is ook gewoon in het paars. Waardoor wij mooi de snelste ronde hebben. En zo gaat het ook echt heel snel. Want we hebben alweer heel veel zicht op Russell. Maar ook op Devin Butler. En de rest daar. Dit is mooi even hier een aantal autootjes bij elkaar. Hier probeer ik te alignen voor Russell. Maar omdat ik eigenlijk gewoon een beetje op een gegeven moment wat agressiever ging rijden. Gaan we hier ook een divebomb doen. Niet helemaal netjes. We raken Russell. En ik denk nou mooi geweest. Even die Butler inhalen hoor. Butler die halen we hierin. Iets laten remmen. Prima ertussen steken. Daar was niks mis mee. En dat ging ook vrij gemakkelijk. Dan hebben we hier Gunta. En die probeer ik ook nog in te halen hier met de DRS. DRS-ie. Even die drag vinden, die echt extreem is in deze game. Lekker veel inhaalacties, lekker veel actie. Nou, leuker dan real life. En dan hebben we mooi nog een keer de DRS en kunnen we er alsnog mooi voorbij. Ja, en dat was de final lap. Of dit is eigenlijk de final lap. En die lapjes die zijn niet zo, zo lang. Dus we zijn snel klaar. We gaan over start finish. En wij pakken Butler. En dat is dus een objective die we hebben voltooid. Zevende plek. Mooie zevende plek voor Nien Kemper in zijn Formule 2 seizoen. Natuurlijk zijn dit maar echo's van het hele seizoen. Want ja, we deden het eerst in Spanje. En dan nu in Oostenrijk gaat het helemaal los. En Lando Norris gefeliciteerd, man. Onze Twitch kiddo Lando Norris. Die pakt even hier de winst. Altijd leuk om te zien. Tja, Weber joh. Wat heb jij gedaan, Weber? Helemaal verkeerd. Dan kun je hier nog mijn interviewkeuzes zien. Dacht ik dat het over was met de collision van Devin Butler. Nee hoor, want dat is allemaal computerbestuurd. Maar die optie die stond er niet. Nee. En ik ben rustig aan het kijken en aan het lezen. Want hier kon het nog. En later kan dat natuurlijk niet. Dan moet je wat sneller reageren. Maar dit waren ook wat grotere teksten allemaal. Of ik dacht dat ik de plaats terug zou kunnen krijgen van Devin Butler. Nou, ja. Hebben we kampioenschapkansen? Nou, daar moet ik ook op reageren. Daar zie je dus mijn kans. Kan je allemaal zelf lezen. En dan gaan wij dus naar het laatste stukje van de Formule 2. I was looking for you. Well, what can I say? I guess there's no other way to put this, but I'm sorry. I'm sorry for ever giving you the common respect that all racers deserve, because you don't deserve it, neither of you do. That was the dirtiest driving I've ever seen. Ridiculous. I thought exactly. I'm taking my line and I get smashed into? I'm fine, by the way, thanks for asking me. And then I'm penalized for the privilege. You're unbelievable. You deserved every second of that penalty, maybe more. I mean, aside from trashing the car, did you ever stop to think that maybe someone could get hurt? Yeah. Me? Fine. But winning at any cost is your strategy, not ours. You better watch yourself. Whatever. Don't let him get in your head. He knows you're a better driver. So, on the track, stay away from him. He will try to force you into contact. That's how he wins, yeah? Let's get ready for the press briefing. En het laatste stuk van de Formule 2 is meteen ronde 12 van het seizoen. En dat is natuurlijk de laatste race in Yas Marina, Abu Dhabi. En daar kan ik eigenlijk vrij kort over zijn. Ten eerste, ik moest mijn starts leren. Nou ken ik alleen de starts van F1 2016 heel goed. Dus weet ik veel welke RPM ik moet behouden. Waardoor ik dus hele slechte starts heb. En we komen op zich nog wel redelijk weg, maar een aantal die halen ons bijna in. En Devin Butler is P2 en het gaat dus allemaal qua verhaallijn om deze allerlaatste race. Kunnen wij Devin Butler verslaan? Worden wij kampioen of worden wij dus net niet kampioen? Nou, ik probeer langs Lando Norris zo snel mogelijk te gaan, maar elke keer verrem ik mij, elke keer lok ik. Lando Norris wordt geen makkelijke prooi. Dat wordt zeker geen makkelijke prooi. En uiteindelijk weet ik Lando Norris wel in te halen. Maar haalt hij mij weer in. En zit ik dus achter hem. Probeer ik hem weer terug in te halen.
Maar dat gaat net niet lukken. Elke keer dan wist hij precies weer goed te blokkeren, goed te verdedigen. Doen ze best wel leuk, de AI dit jaar. En mijn banden waren ook heel snel naar de klooien. Dat heb ik niet goed onderhouden, die banden. Want ze gleden en gleden en gleden. Waardoor ik eigenlijk een beetje zo reed en ook die top... Nou, dat helpt dus ook niet. Elke keer die lockhooks, de banden waren er al helemaal af. En daarom hebben we de checkered flag. En dat is gewoon nog steeds P7 na 11 ronden. P7, we doen 50% races trouwens als we volledige Grand Prix gaan doen. Als we Grand Prix gaan doen qua Formule 1 races, doen we 50% races. En daarom hebben we hier 11 rondes. En Devin Butler wordt dan kampioen. Ja, dat is wel even balen. But it happened. En Devin Butler, ja, die gun je eigenlijk helemaal niks. Arrogante kwal. Wat een arrogante kwal. It's been coming for a while, this one. What an excellent win for Dams. Talk to me, Davide. Was it everything you hoped for? Everything and more. Yeah, did all. The rivalry, the tension, the excitement. These two drivers have been locked in fierce competition all season. And to see it comes down to head-to-head battle for the line like this, well, this kind of things doesn't happen very often. Devin's performance today has secured the championship, and he has every right to be proud of that. I'm just happy I was here to watch it. Ongelooflijk, dan krijgen we de interviews. Ja, hoe was de race voor jou? Nou ja, daar moet je dan allemaal weer op reageren. En dat ga ik ook doen. Dan kan je weer mijn keuzes zien. Het is echt kut dat ik daar in die race helemaal niks kon bakken. Want ik dacht dus eerst, het niveau is veel te laag voor mij. En dat gaat waarschijnlijk ook wel een klein beetje gebeuren, dus hou daar een beetje rekening mee. Maar deze Yasmarina track was even zeer pittig zo met de Formule 2 auto en daar kon ik totaal geen poten breken. Sportsmanship has been increased en er zijn geruchten dat we mogelijk naar de Formule 1 gaan. Nou, wie had dat gedacht? Wie had dat gedacht? Ga ik daar ook op reageren? Ja, daar ga ik zeker op reageren. Je kan mijn keuzes nog checken. Devin, much as it hurts, we admit that was a great drive today. Congratulations on the championship as well. Well, I'm sure you thought you had me for a while, but I guess your luck just didn't hold out. Oh, I haven't got long. Could I have a quick word? Sure. Privately. Oh, okay. I'll see you later then. So, I'm sure you've probably already heard, but if you haven't, I'm going to be racing in the F1 Championship next year. Now, I don't know what your plans are, but let me give you some friendly advice. Don't try following me. Well, sure. You might get an offer from one of the smaller teams, probably someone desperate, and then you'll be stuck in P18 all season with car trouble. And you won't ever really be able to challenge me. But you stick it out here for another year, now that I'm gone, you've got a fighting chance of winning next year, and if you can manage that, I'm sure one of the larger teams would love to have you as a development driver. Hey Devin, press time. Oh, look out for yourself, yeah? Man, he does not want to race you. Stay in F2? Ridiculous. I was listening to the whole thing. Too bad for Devin, though. I'd be shocked if you don't have an F1 contract offer already. And if my deal pans out, man, his head is going to explode. Ja, het is wel de gekkigheid allemaal daar met die Lucas Weber en Devin Butler. Maar we gaan allemaal naar de Formule 1. En we krijgen dus een optie om een team te kiezen. En als je je dus afvraagt welk team ik heb gekozen, nou dat komt er heel snel hier aan. Ik heb natuurlijk gekozen voor de jeugdopleiding van Red Bull, dus ik wou me eigenlijk daar ook een beetje aan houden. En die kansen die gaan we dus krijgen. Ik heb alles rustig bekeken. Ik heb heel rustig alle contracten bekeken en wat alle doelen waren. Maar het lijkt me toch leuk om, ja, super duper casual van Toro Rosso te beginnen. In ieder geval een begin bij Toro Rosso. En ja, dat is een van de laagste teams, maar je zal zien hoe ik het allemaal heb gedaan in mijn casual playthrough van deze carrière modus Formule 1 2019. En tot de volgende keer, wanneer ik weer een nieuwe heb. Excellent choice. From my conversations with them, they're going to be very excited to pursue this opportunity with you. I'll let them know our intentions immediately.
I'll have to clean up some final details with them, but that's what you pay me for. Other than that, congratulations. You've earned it.